collega's, beste personeelsleden en vooral beste persverantwoorden. Ik geef jullie allen hartelijk welkom op onze persconferentie. Nu, onze eerste slide. En ik had graag meer mensen van het stadsbestuur gehad. Er zijn een aantal mensen verontschuldigd. In eerste plaats wens ik dokter Van Damme te verontschuldigen. Hij zou hier graag bij geweest zijn vandaag, maar had een andere spreekbeurt in Brussel. Ook onze directeur van het CLB wens ik te verontschuldigen. Hij kon hier ook helaas niet zijn. Wat niet wil zeggen dat hij uiteraard graag en ook heel veel AED-toestellen in onze scholen heeft. Nu, een klein beetje scrollen op site van het Rode Kruis en dan stellen we vast, en ik ga het zo cru niet stellen wat er staat, dat we eigenlijk hartsveiliger kunnen zijn als stad. En we zijn een toeristische stad, we zijn een sportieve stad, we hebben veel cultuur. Dus vind ik ook dat we heel veel bezoekers hebben en dat we daar iets moeten gaan doen in het kader van gemeenschapsbelang. En we moeten ervoor zorgen dat onze stad, onze mooie toeristische stad, hartsveilig is. Nu, de rol van Vlaanderen, ik weet dat dat een bepaald financieel aspect heeft. Gerardsberg in Oudenaarde. En ik heb toch ook, op een voordracht waarbij uitgenodigd was door onze vorige directeur, mevrouw Kozijns, dokter professor Bugada in Brakel, heb ik daar twee jonge mannen in die zaal gezien die eigenlijk een app for you ontwikkelde, een AID for you ontwikkeld hebben. Waar dat eigenlijk de AID-toestellen opgelokaliseerd staan. Dus dat is een systeem die blijkbaar gaan checken of dat die AID-toestellen perfect in orde zijn. En wat zien we daarop? Dat we in Gerardsberg nog wel een zevental staan. Maar mevrouw Van Meijden en meneer Van Oudentrimpelt, ik heb gehoord dat de stad er vier heeft aangekocht, maar dat ze nog niet geregistreerd zijn. Dus ik denk dat er ook bij jullie, en ik weet dat jullie als stad daar ook verzorgd om zijn, dat er sowieso al vier moeten bijkomen, recent bijvoorbeeld. Dus wij gaan er nog 9 bijplaatsen vandaag. En misschien hebben we wel een gezondheidsaspect. Want we weten ook dat er daar een wielertoerist op de Oude Kwaremond is overleden. En mocht hij een AID bij de hand geweest zijn, was dat misschien niet gebeurd. Dus we zitten daar toch wel. We kunnen daar het verschil maken, want we zien dat er ook maar 2 geregistreerd zijn. Nu, in naam van alle directies hebben we daar bewust voor een groene foto gekozen. Omdat we weten dat.